vleugels creëren voor vliegtuigen de lift, hè, waardoor die uiteindelijk de lucht ingaat. En de sneeuw en ijs zorgt ervoor dat die lift verstoord wordt. En dat is gevaarlijk, dus daarom moet de sneeuw en ijs eraf. Het grote voordeel van een de-icing simulator is dat je de voertuigen niet echt hoeft te gebruiken. Deze voertuigen zijn natuurlijk duur in onderhoud en in gebruik. En ja, je staat niet aan het echte vliegtuig, dus je kunt ook nog eens een keer een foutje maken in de simulator. We bespuiten hem schoon met een mengsel van water en de-icing vloeistof. En zo proberen wij het vliegtuig helemaal schoon te spuiten. Op deze manier is het heel realistisch en je kan lekker trainen zo. Ja, absoluut. Als we buiten trainen, dan trainen we in de zomer en dan is het daar snel 25, 30 graden. En dan spuiten we met water en je simuleert geen stoom. Je kunt geen sneeuw en geen ijs simuleren. Dat kunnen we in de simulator allemaal wel. Dus de simulator geeft ons een unieke mogelijkheid om te trainen op echte winterse omstandigheden, zelfs midden in de zomer.